Yo boys and girls. Mijn naam is Alton. The Truth. Er is geel aan de weg. Daar komt die safety car. Yo, boys en girls. Welkom bij weer een nieuwe video. Deze video komt uitzonderlijk op maandag 29/5/2023 online. Met het doel van, ja, wij gaan de race van zondag 28/5/2023 bespreken. Op mijn YouTube kanaal. Het was dus gisteren Formule 1 in Monaco. Oké, het was een leuke race. Ik heb de race volledig gezien. Het was echt een hele leuke race om naar te kijken. Want Max Verstappen is, zoals jullie wel weten, of jullie niet weten als jullie niet Formule 1 kijken. Maar Max Verstappen is gewonnen in de regen. Allee, het was zo een beetje aan het regenen. Maar Max Verstappen is wel een krak in de regen. Oké, Max Verstappen is gewonnen in Monaco op Inters. Hij is begonnen op mediums. Hij heeft ongeveer een 50 ronden of 50 ronden. Op mediums gereden. Terwijl dat de levensduur van mediums eigenlijk tussen de 25 of en 30 rondes zitten ongeveer. Tussen de 32 en 40 rondes. Ongeveer zit een medium band. En ja, Max Verstappen heeft dus met die medium band 50 rondes gedaan. Wat eigenlijk wel goed is voor de sport. Want Max Verstappen is eigenlijk wel een van de betere coureurs die nu in het veld rondrijdt. En gisteren heeft hij dus een lange stint gedaan op de mediums. Toen is het beginnen regenen. Begon elke auto te slippen en eigenlijk gewoon geen grip meer te krijgen. Is eerst Alonso binnengegaan op Inters, voor Inters. En dan is Max Verstappen ook binnengegaan, ook voor Inters. En Sergio Perez is vanaf plek 20 gewonnen en is doorgegaan tot plek 16 of 17. Ik geloof 17 of plek 16 ongeveer. En ik denk dat Stroll eruit gegaan is en Magnussen. K-Mac en Stroll zijn eruit gegaan in de race. Stroll om de hij kon niet meer verder. Hij had een schade aan zijn wagen eigenlijk. En Magnussen is dus uitgegaan omdat hij gewoon geen grip meer had. En omdat hij zat meer dan een minuut achter. Meer dan 2 minuten achter Verstappen en de rest. Dus als je dan moet gaan bolrijden. Hij is gewoon de pits ingereden en hij is gestopt. En dan is Max Verstappen. Allee, dan is Sergio Perez toch wel redelijk goed geëindigd. Voor in Monaco niet te kunnen, voorbij steken, is hij best wel goed gereden. Max Verstappen is dus begonnen op pole position. Op P1, zoals ze zeggen bij ons. P1, pole position. En hij is eigenlijk niet meer van de leiding afgegaan. Alonso heeft nog heel hard geduwd. Maar hij heeft toch iets van een 20 seconden of 28 seconden. Ik zou eens eigenlijk moeten nakijken in de... op Google. Dus ik ga even nakijken hoeveel seconden dat het uiteindelijk was.
Fernando Alonso is op 70 seconden van Max Verstappen geëindigd. 27,921 seconden. Esteban Ocon is derde geworden op 36,990. En dan Lewis Hamilton vierde op 39,062. Dan Russell op 56,284. Leclerc op 61,890. Gasly op 62,362. Carlos Sainz op plus 63,391. Lando Norris op 1 ronde. Piastri op 1 ronde. Bottas op 1 ronde. Nick de Vries op 1 ronde. Zhou op 1 ronde. Albon op 2 ronde. Tsunoda op 2 ronde. Sergio Perez op 2 rondes. Nico Hülkenberg op 2 rondes. En dan Logan Sargeant ook op 2 rondes. Kevin Magnussen bij de Haas. Did not finish. En Lance Stroll ook did not finish. Dus Oscar Piastri heeft 1 punt gescoord. Lando Norris 2. Sainz 4. Gasly 6. Leclerc 8. Russell 10. Lewis Hamilton 13. Plus, 12 plus, het, plus 1 puntje van de vast lap. Esteban Ocon heeft er 15 gescoord. Alonso 18. En Max Verstappen heeft er 25 gescoord. Oké, was echt wel een leuke race om te bekijken. Monaco is altijd een leuke race om te kijken. Ik ben altijd fan geweest van de race in Monaco. Omdat ik zoiets had van Monaco, echt wel een leuke race om eens te bekijken. Altijd leuke race, Monaco. Ja, Monaco is echt wel een prachtig circuit. Door de straten van Monte Carlo. En ja, dus eigenlijk wel tof om te weten dat Max Verstappen gewonnen is. Hopelijk wordt hij dit seizoen ook wereldkampioen, maar wel zijn grootste rivaal, zijn eigen teammaat, zo'n fout maakt bij de qualifying dat hem een stuurfout maakt en gewoon in de muur vliegt, is dat gewoon niet meer te doen. Dus dan is Max Verstappen sowieso zo snel mogelijk wereldkampioen. Ik zou wel durven zeggen Monza of dan was de volgende race naar Monza is Japan. Zou durven zeggen Monza of Singapore. Ik had dan wereldkampioen geworden. Nederland zou kunnen, dat zou hem voor, maar ik denk niet dat hem Nederland. Ofwel Monza, ofwel Singapore, ofwel ja, Japan op Suzuka. Dan gaat het weer zo heel vroeg zijn in het jaar dat Max Verstappen wereldkampioen worden. Alleen als Alonso hem niet kan terug. Hem kan aanvallen. Maar Alonso is altijd P3 geweest, nu P2. Nog nooit, alleen nog dit seizoen, echt geen. Zo indruk gemaakt voor P1 te pakken. Ofwel als Perez, P1 ofwel Max Verstappen. Dus dit was zo'n beetje de video van vandaag. Morgen heb ik ook een video gepland. Ik ga nog eens kijken wat voor een video. Als mijn YouTube Studio wilt downloaden. Want ik heb die niet meer op mijn gsm staan, de YouTube Studio. Ik moet deze video sowieso vandaag nog editen. En vandaag nog online vieren. Deze video wordt dus ook in 4K geëdit. 4K gerenderd bedoel ik. Deze video komt dus ook in 4K op YouTube te staan. Met special thanks aan mijn MacBook. Ik ga eens kijken wat voor video dat ik eigenlijk heb klaarstaan voor vandaag. Voor morgen. Eens kijken. Ik weet nu ook niet hoe of waar dat ik heb klaarstaan. Morgen heb ik klaarstaan 2 juni, dat is 2 juni is morgen, nee. Morgen heb ik
de Pixar community en Eredivisie Team of Season zo te zien. Ja, de eerste FIFA video terug in lange tijd eigenlijk. De eerste FIFA video na 5 dagen. Dus community Eredivisie Team of Season. En ja. Dus stay hyped voor morgen. Community Team of Season, Eredivisie Team of Season. En sowieso morgen dus. Vrijdag is nog een vlog, denk ik. Ik heb zien, ja, vrijdag is nog een vlog. En dan zie ik jullie guys graag terug bij een nieuwe video. Morgen en dan vrijdag een vlog. Volgende week maandag komt er geen video naar in deze video. Ook expliciet op vandaag zetten. Omdat ik zoiets had van dat het er is geweest en Formule 1 is geweest. Dus ja, ik zie jullie guys graag terug bij een nieuwe video. En dat is morgen bij de FIFA video. Dus ja, bedankt. Bye bye.